toch wel weer anders dan, dan wat normaal is. Hè? Spannend toch, hè? Nee. Raar, hè? Waar liggen we nou aan? Aan dat ding. Aan dat ding, ja. Wat staat er nou nu? Zoeken naar GPS. Dat doet hij al vanaf Hilversum. GPS-signaal verloren. Dus jij hebt gewoon iets aan zitten tikken waardoor het uitstaat, denk ik. Dat kan niet anders. Of hij is kapot. Zoiets zou jij dan tegen mij zeggen? Nou, nee, jij bereidt helemaal niks voor. Nee, maar als ik het gedaan zou, zou jij dat nu gezegd hebben. Hop, ik laat ook eens een keer wat door jou doen. Nee. Dat helemaal mis. Maar dat kan gebeurt dan, nooit. Kan wat, je dan niks? Wat ik, dat kan jij helemaal niet inderdaad. Nee, maar als ik dat gedaan zou hebben, dan zou, je, dat zou jij dat ja, maar dat kan je niet. Dus dat zou ik nooit aan jou vragen. Dat zou ik nooit aan jou overlaten. Omdat je dat gewoon niet kan, zou ik het ook nooit vragen. Ja, je moet dus gewoon een lullige opmerking maken, hoe dan ook. Kijk, nou, jij maakt een lullige opmerking. Ik maak niet een uit. Grapje. Nee, dat voor mij was ook een grapje. Natuurlijk was dat een grapje. Denk je dan dat ik jou zo doe het slijten aan? Huh? Ja. Nee, natuurlijk niet. Ja, mogen we eindelijk, we zijn er. Zie je, dan maak je toch ook een grapje. Dan zit ook niet de Mondriaan. Nee, dit is de Cézanne-molen. Het andere was de Gauguin-molen. Mooi hè, hoe het licht opvalt. Kun je in ieder geval terugkijken op het filmpje, maar dan zonder geluid deze keer. Nou, inderdaad. Kijk, een fietsbrug. Dat is wel heel stijl, hè? Helemaal over die bogen heen fietsen. Nee, ik kan op een rondrit naar boven. Maak nog maar een grapje. Hoezo zag je dat dan al? Ja, ik snap natuurlijk dat dat niet het fietspad is, die boven. Ja, dat is het wel. Ja, dat je zo rondrijdt. Ja. Wat nou oké? Je wist het niet. Nee, je snapt niet wat ik bedoel. Maar laat maar. Ah, je zit gewoon moeilijk te doen, expres. Je doet toch al.